Nou, we zijn bij de puzzelrit aangekomen. Ik ben met Nathalie en met Tom. Tom mag even voorin zitten. Ik ga jullie even laten zien wat wij zien. Kijk. En daar staan Pieter. Kom maar lekker voor. En met één step. Eentje is met een steppen. Ja, en die vind ik een beetje niet leuk. Vind je die niet leuk? Nee, waarom die niet? Vind ik raar. Eigen waar? Nou, dan moet je niet te hard zeggen hoor. Nee, ik ook. We staan in de rij, hè, met allemaal andere auto's. Ik moet eens hier, ik doe een bandje om. Gezellig dat jullie er zijn. Heb je je speurneus wel opgezet vandaag? Want je moet gaan zoeken. Kan je een beetje goed zoeken? Ja? Heel goed turen. En als je dan een pijl ziet, en die pijl die wijst naar die kant toe, welke kant moet je dan oprijden? We zagen met de pijl. Zag je net al een pijl? Nee. Een letter, hè? Letter. Aanzagen die gewoon. Die moet je ook gaan zoeken, hè? Hey, maar heb jij de letter wel gevonden ook, die hier al hangt? Hier zo, Tom. Ga maar goed rondkijken. Zie je al ergens een letter? De. Nog een P. De P van? Wat hebben we dan voor letters al? Sinterklaas. De P van Sinterklaas? Oh. Nou, dan... Voor mij is die P van Piet. De P van Piet. Of de P van Pint. En van pepernoot. Van Sint. Piet. Ja, van Piet. En nou. Als je zo meteen terugrijdt en naar de andere gaat, dan krijg je wat lekkers, heb ik gehoord. Oh, we gaan maar gauw rijden. Ja. Doei. Doei. Van me. Zeg maar van Piet. Doei. Doei. Hebben jullie een goede antwoord gegeven, zeker? Ja. Pukkietje. Ga maar open scheuren. Voor mij mag ik op de grond gooien. Ja, dat mag altijd, hè? Hele kleine slippertjes. Nou, gewoon open scheuren. Misschien moet je aan de andere kant kijken. Wauw. Andere kant. Heb je een spelletje? Wauw. Wat zeg je dan tegen de Pieten? Ben je nu verlegen? Hey, zeg je toch dankjewel? Zeg maar dankjewel. Oh. Nou. Nou, doe je niet een box geven of zo? Geef een box, geef een box. Doe ik het hoor. Ja? Doe Nathalie het wel even. Helemaal goed. Ben, dankjewel. Hey, goedemorgen. Het is dinsdag. Mijn werkweekje begint weer. Gisteren school gehad. Zwachtelen, echt superleuk. Maar ik wilde jullie wat laten zien, want ik kom net in de praktijk. Kijk. Tadaa! Kijk. Wij hebben dus ons nieuwe magazine binnen. Nou, iedereen krijgt dus in december, of eigenlijk nu al, zo'n magazine. Kijk, die heeft Eve dus gemaakt. We hebben ook achterop gezet met dank aan Eveline voor het ontwerp van ons eerste magazine. En het gaat echt over behandelingen die we doen. En over de, uiteraard, de gift set. Dus, hoe vinden jullie hem? Ik ben er echt super blij mee. Het is zo mooi geworden. Kijk, en dit is toch onwijs gaaf. Kijk zo, zit hij er mooi in. Lint eromheen, cadeaubon erop. Het is toch te gek? Ja, ik vind het echt zo leuk. En dan kan je voor kerst of voor de Sint. Of kan iemand een cadeaubon geven, onze cadeaubonnen. Voor de praktijk. Ik krijg ze ook voor de webshop. Maar zijn dus voor de salon voor ieder willekeurig bedrag in te vullen. En wat ook nog heel belangrijk is, is dat je hem ook een behandeling kan geven. Dus als je zegt, nou, ik vind dat die persoon echt een pedicure verdient. Dan kan je gewoon pedicure neerzetten. Of gezichtsbehandeling. Of nee, whatever, wat jij dan leuk vindt. En ja, weet je. Dus ik vind het echt super gaaf. Dus vanaf nu verkrijgbaar in de praktijk. Woehoe. Zo, goedemiddag allemaal. Het is woensdagmiddag en Tom heeft zometeen zijn eerste zwemles. Ik ben zo nieuwsgierig hoe hij het gaat vinden. Kijk eens, een rood plekje. Hij heeft zijn eerste zwemles en... We hebben ook gezegd van, nou, hij wil altijd heel graag bij ons in het water voor de deuren zwemmen. Dus ja, als hij zijn diploma hebt, dan mag hij met de meiden gaan zwemmen. Dus ik ben reuze benieuwd. Ik ga in ieder geval, want het is nu 10 over. En
Hij is om 15:15 uit en om 16:30 heeft hij zwemles. Dus dat is echt haast. Dus ik hoop echt dat dit lukt. Dus ik ga nu alvast naar de deur. Hij komt als goed als eerst naar buiten. Dus ik ga daar staan. Ik neem jullie zo wel mee. Ik zal kijken of ik een klein stukje kan filmen. Dus, maar er zijn natuurlijk ook andere kindjes. Dus anders film ik wel als hij klaar is met zwemmen, hoe het gegaan is. Dus tot later. Nou, Tom heeft net zijn allereerste zwemles gehad, hè? Ja, maar hij ging een beetje miepen. Hij ging een klein beetje miepen, maar het was ook wel een beetje spannend, hè? Ja, maar oma komt morgen. Volgende keer, hè, ga je met oma? Ja. Ja, hè? Maar het was een beetje spannend. Maar hij ging zelf met zo'n drijfmat en dan ging hij heel hard trappelen. Want het is een diep bad, hè? Het is geen ondiep bad, dus het was best wel spannend. En dan ging hij wel zelf van de glijbaan, hè? Hartstikke knap. En toen stond de mevrouw er... Om hem op te vangen, hè? Ja, op te omvangen. Want ik vond het best spannend dat ik onder water in het water... En er zaten ook schildpadjes. En toen kon je hem omhoog halen. Ja, maar dat deed dat andere meisje. Die was al voor B aan het zwemmen. Want het is twee kindjes die voor A bezig zijn nog steeds. En dan Tom, die net begonnen is. En dan hadden we nog een meisje. En een meisje is wel voor de B-diploma. Dus die zwom wel heel goed. Volgende week gaat het vast nog een stuk beter, hè? Omdat nu was het even spannend. En dan volgende keer ga je met oma. En dan denk je, oh, is dit het? Dan ga je het nog een keer doen. Mama, als oma weg gaat, dan moet ik een beetje miepen op. Oh, ja, maar dat hoeft niet. Nou, wij gaan nu gauw naar Noordwijk nog een broodje eten voordat we weer aan de werk moeten, hè? Doei allemaal. Zo, hé. Hey. Nou, het is... Donderdagavond en man, wat ben ik productief geweest vandaag. Niet per se met klanten en behandelingen, maar ik heb natuurlijk wel goed behandeld. Maar niet dat ik helemaal stampensvol zat zoals dinsdag en gisteren. Ik ben dus super productief geweest, want dinsdag heb ik de hele dag gewerkt, super druk gehad. En goed nadenken. Ja, maandag heb ik school gehad. Maandagavond ben ik heerlijk geweest lopen met een klant van mij. Lekker 5 kilometer hier zo in de buurt. En gisteren, dus toen was het woensdag, had ik echt... Nou, het was echt iedere minuut van de dag had ik nodig. Ik ben alleen maar aan het werk geweest. Ik had geen ruimte. Natuurlijk met Tom naar zwemles geweest. Dat jullie als het goed is al gezien hebben. Superleuk, hij was helemaal... En toen kwam ik thuis, toen ben ik gaan koken. Toen dan boodschappen gedaan, ben ik gaan koken nadat ik klaar was met werk. En toen heb ik Tom in bed gelegd. En toen ben ik met mijn lieftallige buurvrouw gaan sporten. Sinds lange tijd weer echt naar de sportschool in de fitness. Nooit echt heel actief gedaan, wel groepslessen. En, maar zij wil graag sporten en ik denk, ja eigenlijk moet ik ook. Ik vind het niet leuk. Ik ging altijd in mijn eentje, maar nu waren we z'n tweeën. Moet ik zeggen dat het echt wel beter te doen is. Want dan zit je een beetje te kleppen en ik ben een beetje aan het sporten. Zo, filmpje. Nou, lekker bezig. Nou, de buurvrouw heeft al spierpijn. Bij mij gaat het nog een beetje mijn bovenbenen aan de buitenkant. Maar dat willen we natuurlijk graag. Dit weekend verder hadden we er niet echt ruimte voor. Maar volgende week gaan we gewoon, als het goed is, weer. Dus toen kwam ik thuis, toen was ik klaar, hè, eindelijk. En vandaag moest ik me natuurlijk helemaal voorbereiden op Black Friday. Jullie kennen mij, ik ben natuurlijk altijd wat traag van begrip daarmee. Ik doe altijd alles een beetje last minute. Dus ik had Eva gebeld en zeg, Eva, ik wil graag een actie voor Black Friday. Nou, dat mocht. Helemaal blij was ik, want we hebben natuurlijk de gift sets al. Maar omdat dat een langere periode loopt, mogen we ook sporadisch producten in de actie doen. Dus toen dacht ik, laat ik gewoon echt uitpakken. En ik mag natuurlijk maar 3 producten uitkiezen. En toen dacht ik, waar doe ik beter aan dan aan 3 toppers van nachtcremes? Want er zijn heel veel mensen... die gift sets cadeau willen geven aan hun zus. Weet je wel, tuurlijk, het is ruim 100 euro. Maar dit jaar wordt heel kerst anders. Sinterklaas wordt anders. Alles wordt anders. Dus toen dacht ik, ja, iedereen wil zoiets leuks doen.
Dus hebben wij besloten, we doen 3 goede nachtcremes die bij de gift sets passen. Dus we hebben de Ormetic crème, de biopeptide crème. Die past geweldig bij gift set 3. Want dan heb je de Ormetic reiniger, de milde reiniger. Het Illuma serum, die antibacterieel werkt, die de huid in balans brengt. Die een mooie egale glow geeft aan de huid. Dan heb je de matte dagcreme natuurlijk. En dan s'avonds de reiniger, het Illuma serum en de biopeptide crème. Geweldig voor tieners, geweldig voor dames die in het ziekenhuis werken of in de zorg, die de hele dag met een mondmasker lopen. Iedereen die nu met mondmaskers moet lopen, want vanaf 1 december zijn we gewoon allemaal een bokkie en zijn we gewoon verplicht. We moeten gewoon, als we ons verplaatsen van A naar B, een mondmasker dragen. Als ik goed heb, alleen buiten niet, maar wel als je ruimtes ingaat. Dus als je in een winkel loopt, als je de kapper binnenloopt, als je de salon of de praktijk binnenloopt. Als je gaat zitten, mag die af. Ga je je weer verplaatsen, moet die weer op. Dus we gaan veel meer die maskers dragen. Gift set 3 en de biopeptide crème, fantastische combinatie daarbij. Ook bij tieners, ook bij mensen met een gevoelige huid of mensen die willen starten met Image Skincare. Dan hebben we gift set nummer 2. De Age-Defying Kit met de Max Cleanser, het Ageless Serum en met de dagcreme. En daarbij de Ageless Nachtcreme. Dat is natuurlijk echt wel een goede crème met retinol erin, met glycol erin. Dus de huid moet er wel een beetje aan wennen. Dus doe dat natuurlijk niet op het moment dat je nog niet echt gewend bent met image te werken. Maar de Ageless Crème, ja, dat is zo'n geweldig fijne crème. Die werkt zo onwijs snel. En dat is die crème waar in eerdere vlog, heel veel vlogs terug, de retinol vlog heb ik het er nog over. Mijn lieftallige man Menno, die crème altijd lekker op zijn voorhoofd aanbracht toen we elkaar net leerden kennen. En dan zo'n lekker strak voorhoofd van kreeg. Waardoor ik erachter kwam omdat hij pigment kreeg. Niet overdag doen, het is een nachtcreme. Maar verder wel veilig en een super crème. Waar je dus onder andere een strak voorhoofd van krijgt. Heel raar verhaal. Oké, maar dat staat in oude vlog. Ik zou zeggen, kijk lekker even terug. En dan hebben we de allermeest verkochte Vital C Repair Crème. De Hydrating Repair Crème met vitamine A, C, E. Enorme boost aan vocht, enorme boost aan weerstand. Werkt anti-age en hydraterend. Dus fantastisch voor de couperose achterhuid, de rosatie achterhuid, de extreem droge huid. Geweldig. Ben je nog niks gewend, zou ik zeggen, neem gift set nummer 1 met de Ormetic crème. Als je nog niet gewend bent met image te werken, ben je wel gewend met image te werken en gebruik je al Vital C, dan kan je dat natuurlijk combineren met elkaar. Maar anders kan je een overload, dan heb je vitamine C cleanser, vitamine C serum en de repair crème. Gift set 1 met of de Ormetic crème of de Vital C crème. Gift set 2 met of de Vital C of het Ageless crème. En gift set nummer 3 met de Ormetic crème. Die kan natuurlijk ook met de Vital C. Maar omdat de huid uit balans is, zou ik zeggen, kies alsjeblieft voor de biopeptide crème. Dus die acties heb ik voor elkaar. Dan heb ik voor de rest op alle andere producten in de webshop buiten Image Skincare, de gift sets en die 3 nachtcremes. Op alle producten tot en met zondag. Dus als jullie dat kijken tot en met vandaag, met 10% korting. Dus echt profiteer ervan. Dan hebben we nog gratis verzending, dat hadden we al. En dan kan je het ook al in laten pakken als Sint-cadeau, als kerstcadeau. Henny en ik gaan morgen naar een leverancier, een groothandel, die allemaal cadeauartikelen hebben. Dus we hebben onwijs leuk papier gekocht, van die vloeipapier om in te pakken in de doos als jullie cadeautjes, de bestellingen binnenkrijgen. We hebben hele leuke decoratiedingetjes voor eraan. We hebben voor in de praktijk nieuwe tasjes. We hebben allemaal leuke dingen en ik heb de cadeaubonnen. Ze staan in de webshop, maar ze komen dinsdag binnen. Maar als jullie nu allemaal gaan bestellen, dan komen ze toch pas dinsdag of woensdag waarschijnlijk binnen. Want het is mega druk. Ik heb dit vandaag al gelanceerd in een nieuwsbrief. Dus wellicht hebben jullie het allemaal al voorbij zien komen.
Maar daardoor zijn de bestellingen al aan binnenkomen. Dus Henny en ik proberen dat natuurlijk allemaal tijdig allemaal in te pakken en te doen. Maar de Ormette crème was nu al op. Het is vanaf donderdag, dus we moeten bestellen. Dan komt het weer binnen. Komt zaterdag als het meeste binnen. Maar zaterdag wegbrengen heeft bij ons in de regio geen zin, want het wordt niet meer opgehaald. Eerst deden we dat wel, maar het werd nogal tricky. Dus we hebben besloten dat als wij de mogelijkheid hebben maandagochtend weg te brengen, zodat het maandag meegaat. En anders dan wordt het dinsdag weggebracht. Dus dan weet je dat je het ongeveer rond woensdag binnen hebt. Waar je ook voor kan kiezen is als je het geleverd wil doen bij iemand thuis. Dan is het met een Sint cadeau natuurlijk wel lastig. Als je het echt op 5/12 wil. Omdat wij kunnen het wel vrijdag wegbrengen. Maar we weten natuurlijk niet of je het al zaterdag binnen hebt. Dus het is wel wat lastiger als er kindjes zijn die dan een postbode ziet komen en daarin zit dan een Sint cadeau. Dus eventueel kan je iemand een berichtje sturen of het ons even laten weten, schrijven we erop open te maken door papa of mama of iets dergelijks. Dan hebben de kinderen het misschien niet zo door. Dus overal is er maar aan te passen, maar we hebben hele mooie cadeaubonnen. We hebben hele leuke presentjes. Er komt als het mee zit in december ook nog een soort mini magazine voor bij de bestellingen erbij. Maar dat weet ik nog niet zeker, want dat moeten we allemaal in elkaar zetten. En ik heb nog iets heel leuks, want ik ga deze woensdag een webinar geven. En de week daarna allemaal gespecialiseerde webinars. Maar daar kom ik nog op terug. Ik ga nu eventjes kijken waar iedereen is. Want Menno is volgens mij nog met Tom naar de kapper. Er kwam net één kind, terwijl volgens mij twee kinderen thuis horen te komen. Maar die zitten wellicht nog in de schuur. Ik heb geen idee. Ik ga er ook lekker aan een pizzaatje eten. En dadelijk ga ik lekker op de bank. Want ik vind dat ik dat nu wel even verdiend heb. Dus blijf kijken. En ik kom nog even terug met de uitleg wat ik vorige week vergeten ben. Over het verschil tussen TCA-peels, een gewone peel of needling. Want wanneer kies je nou waarvoor? Dus daar kom ik op terug. Morgen als het mee zit. En dus dat zien jullie zo meteen. En ga gauw op de webshop kijken. Want vandaag is nog die Black Friday. Die laat ik tot en met deze zondag lopen. Dus schiet op. Ga kijken. Bestel. En profiteer van die 10% korting op alles. Hè? Alles. Dus geef iemand een leuk cadeau. Kies eventueel voor de in-3 methode. Dan betaal je nu maar een derde. En de rest in januari. Of net in december. En dan nog één keer in januari. Nou, hé. Hey. Zit je toch helemaal gebakken. Dus ga kijken en ik zie jullie snel. Zo, dan komt je kind thuis en dan zie je dit. Wat moet je ervan zeggen? Zo, het is vrijdagmiddag en wij hebben net wat onwijs leuk gehaald. We zijn even bij onze gezellige groothandel, kijk. Nou, als jullie nu nog cadeautjes gaan bestellen. Zo, kijk, er komt onze Hulk Hogan. Dan zitten jullie toch wel gebakken, want we hebben gewoon allemaal onwijs leuke vloeipapier en doosjes, tas, inpakpapier. Dus wij kunnen in ieder geval weer even vooruit. Wij gaan nu gauw Tom halen en dan is het weekend. De bestellingen komen binnen, is niet normaal. Oh, sorry. Maar hi. Maar wij gaan alles maandag of dinsdag verzenden. Want de cadeaubonnen die wij besteld hebben, die we natuurlijk bij de orders doen. Dat had ik natuurlijk niet verteld. Sommigen van jullie hebben misschien niet gezien of gehoord. Maar als jullie tussen de 50 en 100 euro bestellen, krijgen jullie er een cadeaubon van 5 euro bij. Tussen de 100 en 150 krijgen jullie een cadeaubon van 10 euro. En vanaf 150 krijg je 15 euro cadeaubon. Dat geldt nog tot en met, wat is het eigenlijk? Ik weet eigenlijk niet tot wanneer geldt dat eigenlijk. Ja, tot aan de kerst natuurlijk. Tot de kerst hoor ik net van de grote baas. Dus tot de kerst doen we dat. Dus ik zou zeggen profiteer. Maar met cadeautjes is het natuurlijk wel super leuk nu. Dat die mensen krijgen er dus een cadeaubon bij. Dus hartstikke leuk. Dus wij gaan nu Tom halen, denk ik. Ja, ja, denk het wel. Ja, en dan nou ja, dan is het alweer bijna weekend. Dus ik kom later nog even terug met de uitleg over die TCA. Dus jullie zien mij later.
Good morning! Nou, het is zaterdag en ik ga mijn vlog weer afsluiten. Maar niet voordat ik jullie nog het een en het ander over die TCA-peeling heb uitgelegd natuurlijk. Dat zou ik nog doen. Maar ik ben nu de hele morgen, want het is al bijna middag. De hele morgen ben ik al bezig geweest met mijn webinars. Ik weet niet of jullie al gekeken hebben online, maar ik ga dus online webinars geven. Heb ik natuurlijk al eerder uitgelegd in deze vlog. Maar wat houdt het nu in? Normaal deed ik natuurlijk mijn Perfect Skin VIP event. En daar kwamen mensen overal vandaan voor mijn event. En daarbij legde ik altijd uit. Want dit is natuurlijk de tijd dat je de huid echt goed aan kan pakken. Dus je kan pigment aanpakken. En acne en littekens. Je kan nielen. Je kan goed flink peelen. Zoals die TCA natuurlijk. Overigens, daarover gesproken, mijn klant die donderdag was, is natuurlijk een 50-plus dame, doet het perfect. Zij stuurde vanmorgen een foto, ik moet even nadenken, ik was er even uit. En haar huid begint nu dus gewoon te schilferen op precies dezelfde plek als wat ik had. Dag 2, hè. Dus kan je zien, zij is al heel wat gewend dat haar huid echt in een topconditie is. Want normaal gesproken gaat de huid natuurlijk stagneren in de celvernieuwing. Dus als je nog wat jonger bent, dan doet je huid daar dat in een week of 4 ongeveer. Dat je huid helemaal de cellen vernieuwt. Maar naarmate je ouder wordt, dan ga je richting de 6 weken. En zij is natuurlijk 50, dus je gaat uit dat haar huid ook iets trager werkt. Maar niets is dus minder waar, want het volgens schema gaat nu supergoed. Doen we natuurlijk ook veel behandelingen. Ze gebruikt heel goed de producten van Image Skincare al heel lang. En weet je wel, dus ik ben echt super trots nu. Ik ben echt heel blij met het resultaat. Maar ja, ik ga jullie natuurlijk meenemen daarin, in hoe het bij haar gaat. Zij is gewoon bereid dat met jullie allemaal te delen. Dus wat natuurlijk ook super lief is. En dus ik hou jullie daar wat dat betreft op de hoogte. Over de TCA peel gesproken. Want dat was natuurlijk even belangrijk. Ik krijg heel vaak de vraag. Als mensen nu iets aan hun huid hebben gedaan. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu nielen? Moet ik peelen? Moet ik zo'n TCA peel doen? Moet ik gewoon gezichtsbehandelingen doen? Nou, hoe kan je dat een beetje zien? De huid heeft natuurlijk meerdere lagen. Als je gewoon de huid in conditie wil houden en je bent nog hartstikke jong, dan kom je ongeveer 4 keer per jaar, zeg maar. Dus dan praat je echt over dat je vanaf je 25ste het een beetje gaat onderhouden. Sowieso thuis goed bijhouden is heel belangrijk. Maar 4 keer per jaar een behandeling doen is prima om de huid gewoon in zijn conditie te houden. Maar op het moment dat je gaat zien dat de huid wat gaat verminderen in functies. Of je begint klachten te krijgen, of je hebt een huidprobleem, of iets waar je aan wil werken. Dan moet je dus gaan kijken dat je echt recenter gaat komen. Dus dan ga je naar eens in de 8 weken bijvoorbeeld. Dus zeg eens in de 2 maanden, dus dan ga je naar 6 keer per jaar. En als je het echt heel erg goed wil doen, kom je eens in de 6 weken. Wil je nu gaan peelen, is het wel goed om af en toe eens een peeling te doen. Maar eigenlijk heeft peelen het meest zin als je dat in een kuur doet. Omdat je dan iedere keer een level up gaat. Wat dan heel belangrijk is, is dat je thuis natuurlijk de juiste producten gebruikt. En niet alleen de eerste week erna, maar gedurende de gehele kuur. Daar haal je namelijk het maximale uit. Die vult de peeling aan. Bij welke specialist je ook komt, het is echt waar. Het is geen commercieel verhaal. Het is gewoon hetzelfde als je gaat sporten en je loopt bij een diëtist. Maar ondertussen doe je kant-en-klare pakjes gebruiken. Weet je, tuurlijk heeft het dan resultaat, maar lang niet het maximale. En het is zo dat de eerste dagen na de peeling moet veilig zijn. En over het algemeen zijn de thuisproducten en de peeling op elkaar afgestemd. Nou, dan heb je de gewone peels, die zijn heel doelgericht. Dus de een die doet pigment aanpakken en dat heeft te maken met het ingrediënt. Het ene ingrediënt werkt heel op pigment, dus op de melanine. De ander die gaat stimuleren dat je collageen gaat aanmaken, dus anti-age. De ander bevat veel salicylzuur, onttrekt talg bij acne bijvoorbeeld. Ga zo maar door. Daar is de specialist voor. Het is niet dat je denkt, nou, de klant mag kiezen wat ze wil. Dat moet echt de specialist zijn die bepaalt wat voor jouw huid nodig is. Tuurlijk kan dat in overleg, maar de specialist bepaalt.
Een TCA-peeling moet je zien als een marathon. Je reset de huid, maar de huid moet wel al in een soort conditie zijn. Je moet het zo zien dat je altijd heel erg aan het hardlopen bent. 5 kilometer, 10 kilometer, dan ga je naar de marathon toe werken. En een marathon is die TCA-peeling. Je moet dan al die tijd echt heel erg goed thuis bezig zijn met je huid. Je moet gewoon een goede conditie hebben en je huid moet gewend zijn wat een peeling is. Dus je moet regelmatig al peelings hebben gehad. Dan moet de huid dus in een topconditie zijn. Dan heb je eerst een pre-peel. Dus je doet eerst peelings van level 1, 2. Ga je opbouwen. En een TCA is echt een level 3 peel. En daarmee ga je de volledige bovenste huidlaag, de dode huidlaag, eraf halen eigenlijk. In fases natuurlijk. Het is niet dat je dan geen toplaag meer hebt, want die zit er natuurlijk weer nieuw onder. Dus dan reset je volledig. Die hele dode huidlaag gaat eraf. En dan reset je helemaal die huid. Super mooi. Kan 4 keer per jaar, of in een kuur van 4 gedaan worden. Het advies is het 1 keer per jaar te doen. En die andere peels mag je veel regelmatiger doen, omdat die niet zo heftig zijn qua effect. En heftig bedoel ik in de zin dat het je volledige huid is die schilfert. Als je namelijk een pigmentpeel doet, pakt die de pigment aan. Tuurlijk hydrateert hij wel wat, maar het werkt voornamelijk op de pigment. Tuurlijk krijg je wat velletjes of schilfertjes, maar niet dat je hele opperhuid wordt vernieuwd. Dan krijg ik regelmatig de vraag, maar dan heb je ook nog microneedling. Wanneer kies je nu voor microneedling? Nou, microneedling werkt weer heel anders. Ik snap dat er voor mensen TCA microneedling best wel op één lijn zitten in hun gedachten. Wat is nou het verschil? Microneedling prikt een bepaalde laag aan om te zorgen dat daar schade ontstaat, waardoor die schade hersteld wordt. Dus je pakt pigment aan of je pakt de tweede huidlaag aan, zodat je collageen wil aanmaken. Of je pakt de opperhuid aan om hem te verfrissen, dat die celvernieuwing wat versnelt. Maar een microneedling zorgt niet voor de volledige loslaten van de toplaag. Dus dat is meer een samenwerking die je aangaat om heel doelgericht een bepaald probleem aan te pakken. En TCA-peeling pakt voornamelijk de hele opperhuidlaag aan. Die haalt hij er gewoon volledig af. En er komt weer een hele mooie nieuwe babyhuid onder vandaan. Dus het is niet zo dat je dat soort behandelingen zomaar even kan doen. Wil je nu een hoop met de huid, dan moet je er ook wat voor doen. En dan moet je ook die conditie goed hebben. Hetzelfde wat ik al zeg, en ik gebruik hem echt heel vaak. Als je naar de sportschool gaat en je gaat ook iedere dag naar de snackbar, dan zal je wellicht wat effect zien aan de spiermassa, maar niet aan het totale resultaat. Ga je nu, wil je de marathon lopen, maar je bent nog nooit wezen hardlopen, dan begrijp je best dat je best aan die start van die marathon kan gaan staan. En je kan best meedoen met die marathon, maar de kans dat je hem uitloopt is natuurlijk nihil. Of eigenlijk, ja, dat kan gewoon niet, want dat kan je fysiek niet aan. En zo werkt het dus ook met de huid. Dus ik hoop dat het voor jullie allemaal een beetje duidelijk is. Ik wil jullie vragen, willen jullie alsjeblieft allemaal fanatiek inschrijven op mijn webinars en erbij aanwezig zijn? Er zijn er 2 in de ochtend, omdat we zijn natuurlijk toch wat meer thuis. Dus wellicht kunnen jullie daar een gaatje voor vinden. Ik heb er 3 op avonden. 1 op woensdagavond en 1 op dinsdag en 1 op een donderdagavond. En ik heb een zondag 12 uur, dus ik offer wel een vrije dag op. Maar dat is echt een Q&A. Daarbij kan je echt vragen insturen die ik dan ga behandelen. Heb je nu vragen over pigment en je wil bij de pigmentwebinar zijn, kan je ook gewoon sturen. Stuur me zoveel mogelijk vragen, zodat ik weet wat er speelt. We hebben hele leuke webinars opgezet. Een algemene huidwebinar. We hebben voor de anti-age, we hebben pigment, we hebben maskne en acne, stress en de huid en de Q&A. We willen graag kijken hoe dit werkt, of het werkt en of het zinvol is, of jullie het leuk vinden. Dus echt alsjeblieft schrijf je in. Het staat op Facebook, het staat op Instagram. In de webshop, in de banner staan afbeeldingen waar je op kan klikken, dan kan je daar naartoe. En we hebben ook op de gewone website sensforbeauty.nl.
Dan nog wil ik jullie delen dat jullie natuurlijk cadeaubonnen krijgen op het moment dat jullie een bestelling plaatsen. En zoals de grote baas al zei, dat is tot en met de kerst. Dus zij is heel vrijgevig. Ik dacht, we doen dat alleen nu met Black Friday en zo. Maar zij zegt, nee, hup, tot en met de kerst. Iedereen die bestelt, krijgt gewoon een prachtige cadeaubon. Tussen de 50 en 100 euro krijg je een cadeaubon van 5 euro. Tussen de 100 en 150 krijg je er een van 10 euro. En je krijgt er een van 15 euro als je meer dan 150 euro bestelt. Nou, het is nu natuurlijk een Black Friday weekend. Het gaat reuze hard. Het is niet normaal. Ik had dit nooit verwacht. Onze nachtcremes zijn op. We gaan alle bestellingen dinsdag doen. Want dan komen al die mooie cadeaubonnen binnen die we gelijk mee gaan sturen. We hebben al kerstcadeaus. We hebben gewoon algemene cellofaancadeaus. We hebben al Sint cadeaus. Het is echt super leuk. En ik ben zo dankbaar dat jullie ons... ja, toch helpen door gewoon bij ons te bestellen. En wij maken er echt wat leuks van. Ik doe het magazine erbij. Ook al kom je misschien niet uit de buurt. Er staan hele leuke dingen over de gift sets. En daar wil ik nog even over zeggen. De webinars. Ieder webinar heb ik met Image Skincare voor elkaar. Mag ik een tijdelijke actie geven. Kortdurend. Alleen tijdens de webinar aan het eind geef ik de actie door. Dan krijg je tot de volgende webinar de tijd om te bestellen. Geen uitzondering, niet langer. Dus je kan wel indenken, de eerste webinar alles over de huid komt natuurlijk een hele mooie algemene actie. Maar die andere zijn echt gericht op waar de webinar over gaat. Wil je dus profiteren of leuke kerstcadeautjes bestellen of jezelf lekker verwennen? Volg dan mijn webinars en deel het met je vrienden en met je familie en deel het op social media en deel het en zorg dat ik gewoon onwijs veel gezellige leuke deelnemers krijg. Er zit er geen verplichting aan vast, het is compleet gratis. Je moet je alleen even registreren en dan zien wij elkaar tijdens de webinar die ongeveer 1,5 uur zal duren maximaal. Ik probeer het in een uur, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveelheid vragen. Dus het is overigens in Zoom. Het is een link. Je krijgt gewoon een mailtje. Daar kan je op klikken. Op je telefoon kan je de Zoom app downloaden. En volgens mij hoef je op de PC niks te doen. Behalve op die link. En dan kom je automatisch bij Zoom. En dan je hoeft niet in beeld. Of je komt niet in beeld. Ik kom in beeld. En ik heb een presentatie lopen. Er zit een hele mooie chat. En in die chat kunnen jullie gewoon berichtjes sturen. Die ik direct meeneem. Dus hartstikke leuk, interactief, maar wel met een mooie leidraad over dat onderwerp. Ik ga gauw mijn make-up doen. Ga ik even boodschappen doen. Ik ga straks met de meiden naar de kapper. Dus vanaf 3 uur eerst Eve en dan Nathalie en dan ben ik. En dan gaan we allemaal lekker knippen. En heerlijk. Tom is al naar de kapper geweest. Papa is al naar de kapper geweest. Dus ze zijn allemaal weer helemaal lekker voor als Sinterklaas volgende week komt. Bedankt allemaal voor het kijken. Jullie hebben nog op het moment dat jullie dit zien tot vanavond 12 uur de tijd om die nachtcremes te bestellen. En om te profiteren van die 10% korting op alles buiten in mijn skincare. En ik zou zeggen, ik heb nog een paar gift sets. Profiteer ervan, want op is natuurlijk op. Dus ik probeer nog een beetje aan te vullen af en toe waar ik kan. Maar profiteer ervan. En deel het ook met anderen. Geef gewoon die tip aan iemand. Dat is helemaal niet erg. Je kan best zeggen, weet je, zij heeft gewoon hele leuke dingen. En je krijgt er nog een cadeaubon bij. Dus je kan een wederkoop doen daarna. En nou ja, dat komt allemaal goed. Dus ik zie jullie later. Ik ga me even snel klaarmaken. En ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke vlog vonden. En daarbij, ben je al abonnee? Nee? Nee? Klik eventjes op abonneren. En als je zeker wil zijn dat je niks mist, klik je ook even op een belletje. Dan krijg je een melding als mijn nieuwe vlog iedere week weer online staat. Ik zie jullie snel en tot gauw!